Lewis is visiting Arne Quinze, a Belgian artist specialized in conceptual art. His studio is an old renovated stable where nature and art blends together. Al mijn werk is gebaseerd op de natuur. He uses vibrant colors and draws a lot of inspiration from nature, which he uses in his paintings and his publicly placed installations. Dit is een project waar we bezig zijn in Cairo. Daar zijn ze een nieuw centrum aan het bouwen. En dit is een van de overdekte straten. His garden can also be considered a work of art. He puts great care into his garden, not just for his art, but to study them too. En rond het huis hebben wij ongeveer 25.000 planten geplant, alleen maar om ze te kunnen bestuderen. Arne shows Ignis a castle not far from his house. In the garden of this castle, one of his works is temporarily displayed. Arne, waar zijn we hier? Dus kort bij. Dit is bijna mijn achtertuin. Het is kasteel van Ooidonk. Jo, buitenverblijf. Was dat maar waar. Dat zou ik het gras nog langer laten groeien. Nee, het is hier een groepsentoonstelling. Ik vond het wel leuk om de contrast te hebben tussen geschiedenis en het hedendaags. Tussen het kasteel en het werk. Als ik mijn maquettes maak, dan zijn mijn handen die werken. En dan plooi ik dat papier met mijn handen. En ik wou eigenlijk die beweging hebben. En daarom zijn we gaan zoeken hoe kan ik die beweging van mijn handen overbrengen naar dit metaal, naar de aluminium. En dan zijn we echt heel eenvoudig op een kraan. De kraan komt met zo'n grote bek, zo'n kraan die zo afbraakwerken doet. En die kraanman, we hebben die echt opgeleid dat die exact mijn hand volgt. Dus als ik zo doe, doet die kraan zo. En als ik zo doe, doet die kraan echt exact zo. En die ziet aan mijn handen hoe hard dat hij moet duwen en hoe hard en welke beweging dat hij moet doen. Dus die kraanman die kijkt bijna niet meer naar mijn beeld, maar die kijkt naar mijn handen. En het is die symbiose, het is die dans tussen mijn handen en die kraan die het echt heel, heel boeiend maakt. Dit beeld dat komt van Fries, Londen. Nu staan wij in jouw achtertuin hier. Waarom heb je hiervoor gekozen? Waarom hier? Is dat een reden? Ik vind het leuk om zowel beelden te hebben in een stedelijke omgeving als in de volle natuur te staan. En ik heb soms tentoonstellingen die zo ver weg in de natuur staan dat je soms een dag moet rijden of wandelen om het beeld überhaupt te vinden of te zien. En dit staat tot het einde van het jaar? Dit staat hier tot het eind van het jaar. Dan, ik kom van Londen, gaat dan naar Berlijn, dit stuk. En de volgende stap weten we nog niet echt. Ze zijn nog aan het twijfelen waar het naartoe gaat. Hoe lang kan dat blijven staan ergens? Of ja, dit gaat. Dit overleeft jou. Dat gaat ons allemaal. Kinderen, achterkleinkinderen, achterkleinkinderen overleven. Dit is echt gemaakt voor de eeuwigheid. Ja. Dit gaat ons allemaal overleven. Prachtig. Arne's garden is paradise on earth, where nature grows freely. No tidy paths, but a natural spreading flora and fauna. Heeft dit nu zijn natuur helemaal zelf gedaan? Nee, dat is aangelegd. Hè? Als je planten plant, dan moet je wel de natuur durven laten gaan. Deze bloemen heb ik geplant aan de andere kant van de tuin en die zijn automatisch tot hier gekomen. En we laten het gewoon groeien en één keer per jaar maaien wij het gewoon. Dan maait gewoon alles af? Gewoon alles af, gelijk met de grond. Maar je ziet hoeveel bijen en hoe dat het leeft. Maar het is zo mooi. Prachtig. Maar het is de combinatie. Als je er ziet, zo, hoe mooi dat is. Maar als je er ziet in combinatie, dan ga je dan naar deze bloem en die bloem. Het is die verscheidenheid. En dan heb je die pijlen. Kijk, met die bijen. Als je die bijen erop ziet, het is zo mooi. De natuur is prachtig. De natuur is prachtig. Er is niks mooier dan de natuur. In de zomer laat ik het huis helemaal begroeien. En je moet soms de natuur durven laten gaan. Dus in de zomer, door die begroeiing, houdt het de warmte buiten. En dan eenmaal als de herfst eraan komt, dan knippen wij terug de ramen eruit. En dan hebben we terug licht binnen. En dat is het leuke aan de natuur. Je kunt er zoveel uithalen. Die inspiratie van de tuin, hoe kom je hier eigenlijk bij? Als ik plant, heb ik het gevoel dat ik schilder. Als ik een schilder ben, heb ik het gevoel dat ik aan het planten ben.
Ik heb het gevoel dat ik als kunstenaar of als mens aan het begin sta. Ik heb vandaag een rugzak die gevuld is met alles wat ik gezien heb in de wereld, met alles wat ik geleerd heb. Het leven is zoals een boek, je hebt hoofdstukken. En dan heb je deel 1, deel 2 van het boek. En ik heb deel 1 mooi afgerond. En nu slaan we deel 2 open. Je bent sterk genoeg, je bent geladen met genoeg wetenschap over jezelf, wat je wilt, maar ook over de kennis van de wereld. En als je dat terug kunt teruggeven aan de maatschappij, dan dat denk ik dat je dat is de tweede weg die je inslaagt. Het betekent als ik nu eens een vermogende klant heb, Oost-Europeaan, en die zegt, ja, die in Arnhem, wat die doet in Gent, dat is toch wel apart. Zeg je, ja, daar wil ik wel eens naar kijken. In uw lijn ligt, hè? Als de persoon mijn filosofie kan begrijpen, wil ik dat. Zou ik het overwegen om daar iets mee te doen? Ik moet mijn filosofie kunnen overbrengen. Het gaat voor mij niet om een mooie tuin te maken. Het gaat er voor mij om als die persoon in die tuin zit en hij ziet het schilderij binnenhangen of het beeld staan, dat hij die connectie maakt en dat hij die boodschap kan overbrengen naar zijn kinderen, naar zijn gezin, naar zijn vrienden. Voor mij gaat het om een zaadje die ik plant in hun hoofd. Al mijn cliënten die kopen kunst, want de rijkere mensen die kopen dure ouds, kopen dure wijnen, die hebben kunst. Dat is een gegeven. Mensen die spreiden hun kapitaal. En ik denk, Arne, hij is oprecht. Dus zou ik hem zeker aanraden, ja. Heb je geen idolen, tot je zegt? Waar een beetje naar opkijkt, normaal. Ik heb heel erg opgekeken naar mijn vader. Mijn vader in de jaren 60 was al een milieuactivist. Hij was mijn grote voorbeeld. Hij heeft mij laten inzien van hoe mooi dat die kleine dingetjes in de natuur zijn. Maar ik kan even goed opkijken naar mensen die technologie ontwikkelen. Ik kan opkijken van een tuinman tot ja, iemand die iets ongelooflijk technisch... Iedereen, ik sta elke dag vol mijn verwonderingen. Ik sta op en ik hoor de vogels fluiten. Dat en ik ben een verwonderd kind. En ik denk, als ik tentoonstelling geef, het liefste wat ik doe, is op het einde van de tentoonstelling geef ik de mensen een zakje met zaad. Bloemen van lokaal. Ja? En dan vraag ik aan de mensen, stop dat in elke kier dat je maar kunt, of elk spleetje grond, of stop dat erin. En laat het groeien. Wat is dan de perfecte wereld voor Arne? Het is eigenlijk heel eenvoudig. De perfecte wereld zou zijn in harmonie leven met onze natuur. Die consumptiemaatschappij moeten we dringend gaan herzien. En de manier dat we bouwen. Nu zijn onze steden gewoon beton. Dus eigenlijk, jij hebt geen probleem van geld, veel geld. Maar jongens, benut het goed. Daarom gaat het. Benut het goed. Geld gaat er altijd zijn. Ja, bouwen gaan we altijd doen. We gaan blijven eten, we gaan blijven mooie dingen maken. Maar we moeten weten, het is die harmonie moeten we hebben. Kinderen die opgroeien in een stad weten niet meer wat de vier seizoenen zijn. Kinderen groeien op in de stad, ze weten niet wat dat bijen zijn. Ze weten niet wat dat is met modder thuiskomen in een bot of gescheurde kleren van in een boom te klimmen. Het begint met de essentiële basis is die natuur en cultuur terug te brengen in onze publieke domeinen. Omdat we ergens een connectie zouden hebben met die schoonheid en die diversiteit. Ik heb geen probleem met zo'n torenbouw van 100, 200 of 300 meter hoog. Maar zet daar groen in. Zet daar die tuinen terug in. Maak die diversiteit. Durf dat ritme van dat hokjesdenken doorbreken. Het is belangrijk voor ons. Het is belangrijk voor onze toekomst. En het is ook zo, hoe mooier onze omgeving is, hoe minder criminaliteit, hoe gelukkiger dat we zijn, hoe aangenamer het leven is. Ontzettend bedankt dat heb jij mij mogen, tot ik in jouw wereld een beetje heb kunnen inkomen. Dus bedankt daarna tot je ons mogen ontvangen. Welkom. Bedankt.